De derde wereldgroep Soest stelt een project in India voor als doel van de actie van de tweede klassers in oktober 2012. Een van de organisaties die zich het lot van de inheemse bevolkingsgroep heeft aangetrokken is het BGM Social Service Center, dat al sinds 1990 actief is voor inheemse bosbewoners in de deelstaat Kerala. Dan kun je iets vertellen over de actiedag. Wat doen jullie hier nu? Wij verkopen nu spullen voor inheemse bosbewoners uit India. En dat moet proberen. We hebben allemaal 1 euro gekregen. En nu proberen we dat allemaal te verkopen. En zo hopen we de inheemse bosbewoners te helpen. En met hoeveel geld denken jullie vandaag op te halen? Wij hopen wel rond de 100 euro. En hoeveel heb je tot nu toe verkocht? Jullie zijn nog niet zo heel lang bezig nu. Maar... We zijn nu net een half uur bezig en we hebben nu ongeveer 5 euro opgehaald. Ja, we samelen geld in voor de derde wereldgroep Soest. En die organiseert projecten in India. En die zorgen dat kinderen schoolboeken krijgen en naar school kunnen en waterputten bouwen. Er zijn onder meer met steun van de derde wereldgroep Soest en vanuit acties vanaf het Griffland College vele waterputten geslagen en latrines gebouwd. Er is een multifunctioneel gebouw verrezen waar een kleine kliniek is gevestigd. Kinderen les krijgen en vrouwengroepen hun bijeenkomsten houden. In inmiddels 23 dorpen bestaat een zogenaamd afterschool programma, waar bijna 600 kinderen van de allerarmste ouders extra les krijgen om in het reguliere onderwijs mee te kunnen komen en betere resultaten te halen. Ze worden ook geholpen met de aanschaf van spullen die ze zelf moeten meebrengen naar school, maar die de ouders niet kunnen betalen. Het gaat om boeken, schriften, schooltassen, pennen, potloden en gummetjes. Voor 9 euro per kind, in totaal dus 5400 euro, kunnen ook deze allerarmste kinderen meedoen. Hoe lang zijn jullie al bezig nu hier met pizza's maken? 20 minuten. En al veel verkocht? Ja, gewoon kostzonder. Want hoeveel denken jullie vandaag op te halen? Ik weet niet. 100, 200 euro. 300. 300 euro? Ja, iets minder. Ja, 200. Ik weet niet. Weten jullie waarvoor jullie het doen? Ja, voor een goede doel. Heb je nog niks gekocht vandaag? Nee, nog niet. Waarom niet? Omdat ik net mijn toets uitkom. Dus ik moet nog even leren voor de volgende toets. En dan ga ik zo meteen in de pauze wat kopen. En weet je al wat je gaat halen? Nog geen idee eerlijk gezegd. Ik heb er geld bij me. Nee, geen idee. Doe je het voor het goede doel of meer voor jezelf? Voor het goede doel. Zo, jullie zijn tosties aan het maken voor het goede doel? Ja. En weet je ook wat voor goed doel het is? Voor India, de bosmensen. Nee, ik heb het niet! De bosmensen in India. Bosbewoners. En denken jullie veel geld op te halen vandaag? Ja. En denken jullie dan aan 100 euro of meer? Ja, we denken wel veel meer. Voor wie was deze pizza? Voor hem. En wat moest je erin? Er zijn wel veel mensen die friet willen. Ja. En denk je dat de mensen het dan kopen voor het goede doel of meer gewoon dat ze honger hebben? Denk wel meer dan dat ze honger hebben. Ja. En zijn jullie al druk bezig geweest? Zijn jullie al vroeg op? Nee, ik was 7:30 wakker. En laat je dat dan ook zien aan de mensen die iets kopen? Van hier doen we het voor? Ja, op school dan weten ze het al dat het voor India is. Maar wij verkopen dan op school. Maar sommigen in onze klas moeten bij andere een baan of zo en die weten het dan niet, die mensen. Ja. Dus die moeten het wel laten zien. En hoe proberen jullie mensen hier naartoe te lokken om te zorgen dat ze hier iets kopen? Dus een megafoon. Ja. Hey, ik hoorde vanaf de overkant dat jullie al voor een deel uitverkocht zijn. Ja, hoe kan dat nou? Ja, het is heel veel gekocht. Ja, want hoeveel hebben jullie nu al verdiend, denk je? 85 euro. Ja. Zo, goed bezig. Dit is alleen nog de donuts die jullie verkopen. Ja, en mijn vader komt zo meteen nog uitbrengen. Dus hoeveel denken jullie dan op te halen vandaag? Ik denk hier meer dan 100. Heb je al veel verkocht? Ja, een beetje. Nog niet echt heel veel. En zometeen is het pauze en misschien dat er dan meer mensen komen. Want hoeveel denken jullie vandaag op te halen? Ja, we hopen de inkoopprijs weer terug te halen. Dat hopen we dan. Ja. Want hoeveel, hebben jullie veel uit moeten geven hiervoor? Best wel. Ja, iets van hoeveel euro? 35 zoiets. 36. Ja, 35 euro. Heb je al wat gekocht? Ik heb een lekker stukje smaakbos hard gekocht. Ga je nog meer kopen, denk je? Nee, denk het niet. Ik ga zo meteen naar huis. Dus, Koop je het dan voor jezelf of voor het goede doel? Nou, voor het goede doel. Hoi! Hoe
Hoeveel broodjes hebben jullie inmiddels verkocht? Geen idee. Nog niet zo veel broodjes, maar heel veel hart. Ja. Dus al wel wat geld binnengehaald voor het goede doel? Ja, dat is fijn. Gaat goed, ja. Die was raak. Hey, Ellie! Ja! Ik wil er nog drie. Ik krijg er nog drie. Deze zijn 1 euro en deze zijn 2 euro. Doe deze. Oké, is goed. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Hoi. Hoi. Ik wil graag een cake kopen. Oké. 1 euro. Ja, opeten of meenemen? Opeten. Oké. Heeft u nog voorkeur? Ik neem... Oké, de vetje ligt voor klaar. Oké, zelf te maken. Ja. Wil je misschien een kop koffie? Nee. Nou, dat was een ochtendje op het Griffland College, de actiedag. Ik heb er mijn buik vol van en nu maar hopen dat ze een mooi bedrag op hebben gehaald voor het goede doel.